waarom we bij de president zijn geweest. Het is de bedoeling dat we niet elke keer bij hem gaan binnenstappen. Een van de taken van de werkgroep is dat we maandelijks naar hem toe rapporteren. Maar we zijn de eerste keer bij hem geweest omdat we eigenlijk dit document als basis zien van hoe we te werk denken te gaan om de meest nijpende problemen van de mens met een beperking te gaan identificeren, oplossingsmodellen aandragen. Dus vandaar dat ik zeg van, we hebben dan eigenlijk agreement van hem gekregen. Hij heeft, de president is zeer content ermee. En hij heeft ons ook eigenlijk een beroep op ons gedaan om de meest knellende problemen de volgende keer reeds aan hem door te geven, zodat hij die via ministeries kan helpen oplossen. De uitdagingen, u bedoelde knelpunten. Nou, er zijn een aantal hier genoemd en dat zijn wetgeving bijvoorbeeld. Bepaalde zijn zo verouderd dat de mensen gaan en bijvoorbeeld twee mensen die in het huwelijk moeten treden. En dan zie je van, als beide mensen met een beperking zijn, dan krijgt de ene bijvoorbeeld geen SZF of wat dan ook. Dus vandaar dat het veranderd moet worden. Als iemand een basokaart moet krijgen, dan moet die sociale zaken zelf gaan rennen. En dan, ja, dan weet u dat ding van balies en u moet even wachten terwijl de persoon een beperking heeft. De persoon heeft niemand om te helpen bijvoorbeeld. Anderen die geholpen worden, die hebben het beter. Maar begrijpt u? Vandaar dat ik zeg, dus dat wij als het ware die bouwstenen zullen aandragen dat de mensen hun zaak wordt opgelost. Als iemand een basokaart moet krijgen, dan moet die sociale zaken zelf gaan rennen. En dan, ja, dan weet u dat ding van balies en u moet even wachten terwijl de persoon een beperking heeft. De persoon heeft niemand om te helpen bijvoorbeeld. Anderen die geholpen worden, die hebben het beter. Maar begrijpt u? Vandaar dat ik zeg, dus dat wij als het ware die bouwstenen zullen aandragen dat de mensen hun zaak wordt opgelost. Tot slot wil ik dit zeggen. Kijk, het is een goddelijke missie voor mij. Voor de werkgroep. Een missie welke wij zien als het moet gedaan worden met ons hart. En vandaar dat ik op de mensen een beroep heb gedaan in de werkgroep dat jullie met je hart bezig moeten zijn. En gelukkig hebben we ook mensen met een beperking erin. En we zullen, ik denk, over een jaar een beleidsstuk presenteren dat de mens met een beperking kan tegemoet zien als, ons probleem wordt aangepakt.